Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer aan de slag met een mooi paars arrangement. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak en dan mis je niks. Dus druk eventjes op die abonneerknop. En wil je iets bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Daarnaast kan je je creaties, wat je hebt gemaakt naar aanleiding van mijn video's, als ik jou weet te inspireren. Of het nou is met een pakket van mij, of dat je zelf aan de slag bent gegaan. Deel het op Facebook of Instagram, dan maak je elke maand kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. En we hebben vandaag ook een winnaar, die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen en jij hebt een cadeaubon gewonnen. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag. Vandaag gaan we dus een paasarrangement maken. Ik heb al een voorbeeldje gemaakt. Je kan dit op heel veel verschillende manieren opmaken. We gaan dus een tempex ei gaan we straks bekleden. En ik maak hem dus op voet, zodat hij rechtop staat. Maar je kan hem natuurlijk ook op een mooie schaal neerzetten. Of misschien wil je hem ergens neerleggen. Heb je een mooie pot waar hij bij in kan. Je kan echt alle kanten mee op. Daarnaast kan je hem ook vullen met wat jij eigenlijk leuk vindt. Ik ga hem opmaken met verse bloemen. Maar je zou hem bijvoorbeeld ook met droogbloemen kunnen opmaken. Een bolletje erin is ook heel erg leuk. Dus je kan eigenlijk alle kanten mee op. Dus dat is het leuke van vandaag. Ik heb al een voorbeeldje gemaakt. Wat we eerst gaan doen is we pakken een tempex bol. Of een ei. En dan snijden we de bovenkant even van af, want daar komen straks de bloemetjes in. Je kan hem bijvoorbeeld ook als je denkt van, goh, ik wil er een andere vorm mee maken. Ik wil hem wat schuin, ik wil hem zo, dat je er zo een gat in maakt. Maar ik maak hem dus zo op. Ik heb dus de bovenkant nu afgesneden. Ik lijm ze nu eventjes aan elkaar vast. En dan gaan we hem wikkelen met jute touw. Dit geeft een mooi natuurlijk effect. Maar je kan hem natuurlijk bekleden met wat jij ook leuk vindt. Maar ik vind het jute heel erg mooi. We beginnen onderaan. En dan cirkel je hem eigenlijk alleen maar door. Totdat je bovenaan bent. En dan neem je de bovenkant ook nog even mee. Zodat hij mooi is afgewerkt. Daarna kan je hem dus zo verwerken. Dan is hij 100% waterdicht. Maar ik ga hem op een pin zetten, omdat je hem rechtop zet. Let dan wel op dat hij eerst nog iets kan lekken. Dus dat je daar even rekening mee houdt als je hem ergens neerzet. Goed, zorg dat je lijmpistool niet te warm is. Wat ik vaak doe, is dat ik hem eventjes voor de tijd uit het stopcontact haal. Dat hij iets afkoelt, maar dat hij nog wel warm genoeg is dat alles mooi aan elkaar lijmt. Je hebt ook speciale lijmpistolen die met koud lijm kunt gebruiken. Ik vind het zelf minder prettig. Ik werk liever op deze manier. Ik doe er dus eerst een stukje lijm op. Het begin echt even goed vast zit. En dan wikkel je eigenlijk elke keer eromheen. En dan is eigenlijk een heel klein drupje lijm haast al voldoende. Je kan hem dan weer tegen het andere lijm aan lijmen. Dan beschadig je de tempex bol het minst. En zo ga je door tot je het ei helemaal vol hebt. Dus tot bovenaan. Dus je hebt wel heel veel touw nodig. Kijk, en zo wikkel je eigenlijk door totdat je bovenaan bent. En dan ziet het er zo uit.
Ik heb hem dus onderin op een pin geprikt. Dus dan komt er een klein gaatje in. Maar zoals je ziet is hij mooi weggewerkt. Ik heb voor het speelsige nog eens keer extra meer gewikkeld. Dat hij niet heel strak is aan de bovenkant. Maar dat kan je dus natuurlijk op je eigen manier doen wat je zelf leuk vindt. Ik heb hem ook naar binnen gewerkt. Dan doe je eigenlijk gewoon op dezelfde manier. Als je het ei dan helemaal klaar hebt, gaan we hem vullen met oase. Ik heb hem dus op de punt geprikt. Die kan je er gewoon voorzichtig van in het midden doorheen prikken. Als je hem wat hoger wil, kan het ook. Dan kan je dit bijvoorbeeld bekleden met een beetje mos. Of je doet er iets onder dat hij erop blijft steunen. Maar ik vind het zo wel mooi. Dan gaan we vullen met oase. Ik doe het voor de zekerheid onderin nog wel wat plastic in, omdat je dat gaatje hebt. Waar die wat water door kan laten. Dat zul je dan alsnog wel hebben, maar wel wat minder. Dan zit hij ongeveer op de hoogte van de pin ook. En dan snij ik de zijkantjes nog even af. En dan hebben we mooi gevuld met oase. En dan gaan we beginnen met het opmaken van het ei. Let erop dat je fijne materiaaltjes pakt. En we maken hem eigenlijk een beetje als, ja, een biedermeier kan ik het niet zeggen, omdat je hem toch in een eivorm opwerkt. Maar we werken hem mooi compact op. Natuurlijk snijden we alles even goed schuin aan. Dat is altijd heel belangrijk. En het vorige ei had ik in de meer wat roze tinten. Dit is, ja, crème roze. De roosjes. Maar je kan hem dus ook in dat hele roze opmaken, mocht je dat leuk vinden. Een klein beetje geel erbij tussen. Let goed op dat je de eivorm er mooi in houdt. Op zich heb je die basis al, dus daarmee is het niet moeilijk om dat aan te houden. Werk mooi compact en dan naar boven. Hoe mooi dit al wordt. En ik vind met dit stuk wel echt eenvoud sierd. Daarom dat de onderkant ook zo mooi natuurlijk is. En we werken hem dan mooi compact op. Ik let dus goed op de vorm dat het echt in het eivorm blijft. Ik heb dan ook zuiderwindlelies. Deze zou je ook gewoon straks naar beneden kunnen werken. Dat geeft een heel mooi sierlijk effect. Dat is wel heel leuk. Dan maakt het net even wat specialer. Maar de bovenkant steken we dus eerst echt heel compact op. Dus zorg dat je dat niet zo wild doet. Zoals je ziet is mijn eitje mooi gevuld. De laatste restjes oase werken even af met een klein beetje Tillandsia. De grijze is ook heel mooi van kleur erbij. Maar dit zweertje is toch gewoon geweldig. Echt heel erg mooi. Nou, er is geen oase meer zichtbaar. Dan vind ik het nog wel mooi om eventjes het aparte te maken met de zuiderwindlelie. Ik laat ze dus iets langer. Steek ze vanuit het midden.
En ik laat ze dan meelopen met het ei. Dus daarmee geef je het een apart effect. En dan zet ik ze net bij de oase bovenaan. Zet ik ze even vast met een krammetje. Je kan de knop eventueel wel wat mee laten lopen. Nog wat langer laten lopen. Daar kun je zelf mee schuiven. Maar op die manier maak je die buiging in het stuk. En jongens, dit is toch geweldig. Ik zeg nu zelf. Hiermee maak je hem echt heel speels en apart. Maar je kan de zuidenwindlelie natuurlijk ook kort in verwerken. Maar ik vind het een heel leuk effect geven. Dan zeg je, ik hou meer van het eenvoud. Is ook prima. Is toch een plaatje. En zoals je kan zien hebben we dan een heel apart speels ei. Je kan er dus echt alle kanten mee op. Je kan het eigenlijk overal neerzetten wat je wil. Je kan er ook een nestje onder maken. Maar ik heb het stoel gemaakt door het industriële frame. Let er even op dat als je hem op de pin zet dat hij eerst eventjes iets kan lekken. Dit is wel echt minimaal. Maar nadat je hebt gestoken dan lekt hij meestal het meest. Kan je hem eventjes ergens neerzetten dat hij niet op hout of zo terecht komt. Maar je kan hem ook als je zegt ik wil dat risico niet lopen. Dan laat je het ei gewoon heel. En leg je hem bijvoorbeeld op een schaal of iets neer. Of in een nestje. Daar kan je echt alle kanten mee opgaan. Je kan het pakket zowel compleet met bloemen bestellen als de losse materialen. Die vind je onder cursuspakketten via www.uonlinebloemist.nl. Dus mocht je dat leuk vinden, ga eventjes naar de website. Ik zet de linkjes ook hieronder in de beschrijving. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog en laat eventjes hieronder weten wat je van deze video vond. Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties. Ik ben in ieder geval heel enthousiast. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!